Heel veel bedankt om te kijken naar mijn vlog. Mijn naam is Siem de Remus, haar naam is Bea. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik was het weer vergeten mijn outro te doen. Daarom dat ik die heel snel aan het opnemen ben. Dus klik ook op het belletje, want dan blijven jullie het... dan blijven jullie gewoon op de hoogte van het rijden en zeilen wanneer er ook een nieuwe filmpje online is. Of er een extra filmpje online is, ook nu over de coronavirus, ook wat in de landparty zien en al zitten gebeuren. Daar ben ik nu ook aan het pauzen op mijn YouTube-kanaal. Dat hebben jullie al ondertussen tijd al gemerkt, extra nieuws. Dus, als jullie echt op de hoogte willen blijven, klik echt op het belletje. Kom ook eens gerust naar mijn website toe, www.cyclotv.be. En kom ook eens gerust naar de Discord-server om eens gezellig mee te chatten. De Discord-link staat hier onderaan in de beschrijving. Ik zie jullie allemaal zo goed en wel terug morgen. En denk eraan, handjes wassen en als je hoest, een nieuw elleboog. De tijden van de coronavirus blijf ik gewoon vloggen, mensen. Ja, blijf gewoon vloggen. Ik ga kijken ook wat ik dan nog luxe en al kan doen. Dat moet ik nog allemaal bezien. Wat toegelaten is en wat niet toegelaten is. Hoppa, en ja, dat moet ik ook nog wel bezien qua informatie. Ja, meneertje, dat staat allemaal onder de dingen. Is aan het kijken, de watergemeenschap, want hier staat nog altijd redelijk wat lang. Ja, ik zie hier een snelle auto aankomen. Die gaan we dan nog wel even voorlaten. Die willen meestal vooraan staan. Je kent dat wel. En nu ben ik officieel onderweg naar mijn werk toe, naar mijn vrijwilligerswerk in Zoutleeuw. Ik blijf er wel alles permanent ook wel opvolgen qua rijden en zeilen ook van de coronavirus. Ook in de gamingwereld probeer ik jullie echt op de hoogte te houden. Zo gelijk ook de E3-beurs die gecanceld is, de grootste gamingbeurs in de wereld is gecanceld. Dus je moet al weten al wat de coronavirus allemaal teweeg brengt. Ja. Shit happens. Maar nu ga ik wel concentreren op de baan richting Zoutleeuw. Tot straks. Yo. Natuurlijk
Ik ga boven even halen. Jawel, mijn handshell heb ik bij. Dus ik kan gaan werken. Oep, oep. Voilà, weer even de afwas gaan doen. En dan ben ik er weer al door. Hè. Alex, zie jullie allemaal straks? We zijn hier wel goed bewapend tegen de coronavirus. Ik moet hier gewoon mijn naam en mijn functie moet ik allemaal invullen. En mijn gsm-nummer. Amai. Allemaal gewoon voor tegen de coronavirus. Dus dan weten jullie ook wel dat ik vandaag al gedaan heb met de afwas. Ik heb heel veel krasolletjes van de mosselen moeten afwassen. En nu richting mijn thuis uit. Hupsa. Want het is goed buiten. Het is zalig buiten. En de kinderen raken elkander ook nog altijd aan. Dat is niet goed. Dus juffrouws en meesters, let op de kinderen dat ze ook voldoende afstand houden tijdens de coronatijden. Oh ja, mijn sleutel stik het er al op. Ik ben al bij af, want ik ben al van 5:30 al wakker. Dus ik ga hoogstwaarschijnlijk als ik thuis kom een kleine tutje doen. Allee, tot ik straks. Ik ben terug op mijn appartementje samen met mijn schatje. Hallo. Oh, mannetjes, die wind doet goed. En mama, ik breng de was morgen, punt. Ik ga zelfs even ook naar mijn mama en papa bellen, mijn was vragen voor de morgen te brengen. Voordat ik misschien naar Chris ga. Oh ja, ik had niks in mijn brievenbus, juist. Moet ik het open doen? Ja. Oké, dan moet ik... Ja. Nu heb ik nog dat liedje in mijn hoofd. Da 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 broodje. Ja. Broodje has met mij jou. En Moeke, het heeft mij ook lekker gesmaakt hoor. Echt waar. En de groetjes zijn goed overgekomen. Hè schat? Ja. De groetjes terug. Oké. En ik moet zelfs u ook nog iets vragen. Mooi te kijken ze dat niet horen. Nee, nog niet. Is er eentje in de auto vergeten? Wat? Dat kan ik nu niet zeggen. Ah, ik weet het, ja. Mijn portefeuille ben ik ook vergeten in een auto. En dan nog iets. Wat was het weer? Ah ja, mijn sigaretten ben ik ook vergeten in een auto. Dat is waar. Voilà, dat kijk eens. Kijk eens, voilà, daar wil ze over zwijgen. Ja, mensen, ik rook nog. En ja, ik kan er niet zonder. Sorry. Ik kan er echt niet zonder. Punt uit. En ik ga nog sowieso nog een excuses doen naar jullie toe. Dat is dat ik geen vlog van op vrijdag heb online gezet. Dus zaterdag zijn er 2 vlogs online. Sorry daarvoor. Want tijdens Smallband, dat is morgen pas terug opgelost. Dus op een zaterdag is dat terug opgelost. Heb je terug breedband. Zo is het ook. Dan kan ik ook terug vlogs uploaden. Dus momenteel zit ik nog op Smallband. Daarbij, ja, mijn vlog is klaargeraakt. Maar ik kan het niet online zetten. Of anders duurt dat gewoon eeuwenlang. En mensen, we gaan nu ook rustig aan. Uw jas nog niet uit, want ik moet toch terug naar de auto. Ja, geduld. Ik zei het alleen. Dit ga ik ook nog proberen uit te testen en al binnenkort voor te goochelen. Dat is aangekomen voor te goochelen. Wat is er dan ook nog aangekomen? Ja, mijn memory card is aangekomen. Dit hier, voilà. Maar het past niet. Dus als jullie een memory card te veel hebben van een PlayStation 1, dan mogen jullie die altijd opsturen. Want ik probeer die daarin te steken, maar het werkt niet. Hij wil hem niet grijpen. Ik weet niet hoe het komt. Misschien zo. Ik weet het niet meer. Hoe moest je een memory card in een PlayStation 1 steken? Zit daar nog ergens zo'n klepje aan waar je op moet drukken?
Ik weet het niet. Laat het hieronder in de reacties weten. Morgen ga ik ook naar Chris toe. Ga ik Chrisje halen. Gaan we hier een leuke spelletjesavond doen. En voor de rest, ja, dat zien we nog wel. Wat we nog allemaal gaan doen. En handjes goed blijven wassen. Ook als je terug van de wc komt. Juist, schat. Over handjes gesproken. Waar staat mijn alcoholgel? Ik zie hem hier toch nergens staan. Waar heb je die dan gelegd? Ik ben... mijn alcoholgel kwijt. En tijden van nu heb je dat wel... Schat, hier staat het toch? Heb je erover gekeken bij de spaghetti? Oei. Ik heb het erover gekeken. Ik heb mij erover gekeken. Hier, handgel. Dus als mijn schat nu gedaan heeft met handjes wassen en afgedrogen, dan vraag ik gewoon 2 druppeltjes van deze alcoholgel. Moet ik dat ook op mijn handen nog doen na het wassen? Ja. Oh, dat wist ik niet. Dan goed gewoon uitwrijven. En wat ze ook altijd vragen is uw handen tussen de 40 en de 60 seconden te wassen. Allemaal voor die coronavirus. Shout out naar jou, die van die een link naar mij privé gestuurd over de coronavirus, waar het in staat van de dokters. Dus dat dokters niet meer aan huis mogen komen, maar ook niet meer dat wij naar daar mogen gaan voor de andere mensen te besmetten. Dus dat is nu telefonisch. Ja, en ik stel soms mijn vraag, kijk, ik ga gewoon nu 1, 2, ja, ik ga een klein beetje meer doen, voilà. Dus ik sta mij ook te vragen, dus als het via de telefoon is gaat, dus ik bel gewoon maandag naar mijn dochter, dus ik zeg, dokter, ik ben nog wat verkouden. Schrijf ik eens een weekje verlof voor, of 2 weekjes verlof voor, dan gaat dat allemaal nu gemakkelijker. Ik ben een klein beetje tegen. Sorry als ik het zeg, maar ik ben een klein beetje tegen, omdat van, daar kan een misbruik van gemaakt worden. Lekker, Geurke? Ja. Allee. En de kijkers zagen dat zeker? Ja. Doen we dat? Ik film toch alles, hè? Soms is dat irritant. Hoe lang gingen we hier blijven staan? Nee. Allee, we gaan ook de vlog hier beëindigen. Sorry dat het zo'n korte vlog is, maar ja, dat mag ook eens. Nee. Oei. Ja, jij doet het maar. Ja, ik moet het doen. Waarom? Omdat ik nog mijn gsm moet pakken. Ah, oké. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet er onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er nieuwe filmpjes online komen. Zo wil ik ook het extra nieuwspelletje wat ik heb ingelast voor de LAN-party scene. Jawel, jullie horen het nog altijd goed. Ik ben er nog altijd voor de LAN-party scene. En omwille van dat Pixelan deze weekend niet doorgaat, ik heb iets heel moois gedaan voor hun LAN-party. Dat is, ik sponsor niet 1 game, niet 2 games, maar ik ga 3 games sponsoren aan, jawel, jullie horen het goed, Pixelan. Maar deze is nu uitgesteld naar een latere tijdstip, want normaal gezien is dat deze weekend. En ja, jullie hebben het al gehoord in van de maatregelen. Ja, jullie mogen niet meer samenkomen in de cafés, in de restaurants, noem maar op. Dat zijn allemaal gesloten. Ook de evenementen, zoals ik al love the 90s, back to the 90s, het Slagerfestival, allemaal gecanceld. Oh, ik word er zot van, maar allemaal dat gecanceld, de verplaatsingen en allemaal. Het is om er wat zot van te worden, van die coronavirus. Daarbij ga ik nu ook over stoppen, over de coronavirus. Dus, dankjewel om nog naar mijn vlog te kijken. Oei, oei. En ik hou van u. Wow. Boe. Ja, mijn schatje doet soms rare dingen voor de camera. What the fuck? Allee, mensen, tot morgen. Wat zei je? What the fuck? Ah.
Kom eens hier. Nee, dat ging ik niet doen. Kijk, ja, mensen. Kennen jullie dat nog van de oudheid? Koetje, 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 koetje. Dat kan ik nog, ja. En die kan daar tegen. Ik kan dat niet tegen. Mijn oma heeft dat zo hard al vaak gedaan. Ah, oké dan. Ik ben al gewend. Echt, mensen, we zijn toch wel een mooi stelletje, hè? Eerlijk toegeven. Ah, en eigenlijk ook een klein verrassing voor de kijkers, hè, schat? Ah ja, ik ben hier 14 dagen bij u. Ja, door de corona... Ja, ik ging het niet meer zeggen, hè? Door die stomme... COVID-19 of zoiets. Of COVID-19 of zoiets. Zo heet die virusnaam ook nog wereldwijd. Ja, getalke 19 van achter. Voilà. Bij deze. Tot morgen! Tot morgen!